Voor de een is het fascinerend, de ander vindt het doodeng. Half Nederland werd vannacht gewekt uit zijn slaap. Het onweer ging gepaard met veel regen. Op sommige plaatsen viel ruim 50 mm. Normaal valt dat in een maand. Eenmaal wakker namen velen een fototoestel ter hand. Natuurschoon of geweld? 'S Ochtends wordt duidelijk wat de schade is. En als het eenmaal slecht weer is in Nederland, weet je één ding zeker. We staan met z'n allen in de file. Op verschillende plaatsen liggen vangrails en bomen over de weg. Zoals hier op de A20. De snelweg werd deels afgesloten. Dat gebeurde ook met delen van de A1, A2 en A12. Een ritje Amsterdam-Utrecht, zo'n 30 kilometer, duurt ruim 2 uur. Treinreizigers waren niet veel sneller op hun bestemming. Op zo'n 20 plaatsen was er forse schade aan het spoor door blikseminslag en omgevallen bomen. Vooral rond Amersfoort was de vertraging groot. Hagel viel er ook, vooral in de omgeving Woensdrecht. Door flinke hagelstenen vielen vogels dood uit de boom. Het dak van de middelbare school in Amersfoort belandde door harde windstoten naast het gebouw. Tot de zomervakantie worden de leerlingen opgevangen op een andere locatie. Voor zover bekend gebeurden er geen grote persoonlijke ongelukken. Een wonderlijke lentedag.